Welkom terug in Piratenland. Jongens, we zitten hier in de kapiteinshut van het schip die al 2 of 3 afleveringen lang in beslag was genomen door de DBE. En ja, je ziet het goed. We hebben hem eindelijk terug. Als het goed is, is hier ergens op het dek. Daar staat hij, Joris van de DBE. Joris, jullie hebben mijn schip helemaal schoongemaakt. Zo te zien zijn jullie hem nog goed aan het schrobben. Met alle sponsjes. Ja, ik was nog met de laatste restjes bezig. Ah, kijk. En ik zie ook dat er nieuwe vlag op zit in de goede kleur. En ze staan de goede kant op volgens de wind. Dus dat is ook heel goed. En de afspraak was, jullie gaven mijn schip terug. De boeien zijn allemaal weggehaald. Oh, ik zie daar wel nog een restje van de boei. Dat is niet goed gedaan. Dat ga je gelijk weghalen. Wat is dit hier ook? En dit is afgesloten? Ja, nee. We waren nog bezig. Ah, jullie waren nog bij. Jullie waren nog druk bezig om mijn schip helemaal terug te geven. Want jullie hadden het natuurlijk in beslag genomen, omdat ik hun gebouw in beslag had genomen. Maar de afspraak was, zij schrobben mijn dek, ze geven mijn schip terug, ze doen nieuwe vlaggen erop. En ruil daarvoor zal ik het DBE Outpost gebouw zal ik opnieuw openen. Dus zullen we er samen heen? Dan gaan we gelijk even openen. Ja, goed. Ja, vind ik. Moet ik wel even een ceremoniële schaar moet ik hebben. Dus moet ik even naar mijn kistenkamer hier beneden. Hallo, meneer de villager. Als het goed is, heb ik hier ergens achterin, heb ik vast wel wat schaar. Kijk, hier heb ik genoeg scharen liggen. Zo, een hele gloednieuwe. Reneem ik hem even. Ik heb geen levels, laat maar. Het zal gewoon een normale schaar zijn. Klimmen we hier weer omhoog. Moet ik hem eerst even zo doen, dan kunnen we omhoog klimmen. Ben je er klaar voor? We gaan jullie stomme DBE-gebouw weer openen. Stomme DBE-gebouw? Een stomme DBE-outpost-gebouw, ja. Maar, oké. Okay. Ja, ik ben er klaar voor. Oké, prima. Stappen we in de boot? Jij bent niet bang voor water, hè? Ik niet. Nee, die piraat Rick, die Kirk-piraat, die is bang voor water. En dan noemt hij zichzelf een piraat. Maar ik weet wel de oorzaak nu. Hij is blijkbaar zijn been verloren bij de kraken. Dus in dat geval, daarom is hij bang voor water. Maar ben je dan wel een echte piraat als je bang bent voor water? Wat zei je? Maar als je bang bent voor water, ben je dan wel een echte piraat? Ja, dat zeg ik ook altijd. Daarom heb ik hem ook een kasteel gegeven op het land. Omdat hij is bang voor water. Maar ja, dan vind ik je niet een echte piraat. Oké, aangekomen bij de DBE Outpost. Er is hier een guy bezig met weet ik wat allemaal. Ah, kijk, daar heb je Char ook al. Hallo, Char. Hey. Hey. Hallo, jij bent... Ja, sorry voor het lange wachten. Ik was nog even aan het controleren of Joris wel alle laatste restjes van dek aan het schrobben was. Hallo? Ja? Hallo, hier achter. Wat zijn er? Wat zijn er? Wie hebben jullie hier verstopt, jongens? Wat is er gaande? Maak het uit. Kapitein Kranut, hallo! Hallo? Harlo? Harlo, wat doe jij hier? Ja, Char en Joris die hebben me hier al dagen opgedaan sluiten. Dagen al? Ja, ik heb hem niet gezien. Ik zit hier echt al heel lang te verrotten en mijn water is op. Jongens, waar hebben jullie... Oh, wacht trouwens. Jij hebt mij vermoord. De laatste keer dat ik jou heb gezien, heb jij mij vermoord. Ja, dat is waar, ja. Maar waarom heb je mij vermoord? Het spijt me, maar ik had een deal gesloten met meneer KB. Maar daar vertel ik later alles nog wel over. Ik zou eerst graag hebben dat je me helpt met vrijlaten. Want... Wacht even. De deal was, Harlow zou mij helpen met het repareren van kapitein Breinmaart. Dat was de afspraak die we hadden, toch? Mm-hmm. En hoe lang zit hij hier nou opgesloten? Want ik heb niks meer van Harlow gezien of gehoord. Echt in de maand tijd, gewoon. Nou, er kwamen wat dingetjes tussendoor. Dat kan gebeuren, natuurlijk. Ja, oké, jullie gebouw was... Wacht, trouwens, zat Harlow al die tijd wel het gebouw hier dicht was? Ja. Vandaar dat ze water op is. Ja, want we konden niet meer naar binnen nieuw water halen. Het spijt me, Harlow. Dan is het een beetje mijn schuld. Ja, ik zit hier helemaal... Helemaal met een droge mond. Wacht, zullen we het gebouw even openen? Hebben jullie een plek waar we kunnen zitten en overleggen? Binnen. Ja. Binnen? Oké, wacht. Dan zal ik eerst even... Wacht, Harlow, dan komen we hier zo op. Nou, trouwens, kan je Harlow er nu uithalen dat hij hierbij kan zijn? Jawel. Kom maar, Harlow. Dank. heb je ook wat water dan voor mijn Char, als het gebouw straks weer open is? Nee. Daar is genoeg water. er is genoeg zeewater. Scheurbuik valt wel mee. Okay. Kijk, wat we dan doen... Bij deze is het DBE Outpostgebouw helaas weer opnieuw geopend. En mogen jullie hem uitbreiden naar hoe jullie willen. Dus bij deze. Het was maar een wollen randje. Je kon het eigenlijk ook zelf weghalen. Maar aan de andere kant ook. Hij is weer geopend. Je kan weer naar binnen. Het is weer toegestaan om hier te zijn. Kunnen we weer moordzaken oplossen? De moordzaak die is nog steeds niet opgelost. Waar kunnen we even overleggen? Boven denk ik. Ja, ik hoop. Boven? Oh, ik ben al nooit boven geweest in dit gebouw. Ik ben hier eigenlijk nog nooit geweest. Ja, nee, omdat alleen hier Michel was opgesloten natuurlijk. Ga je mee? Alleen personeel. Dus kunnen we hier zitten? Jullie kunnen zitten. Ik kan dit oplossen. Ah, oké. Jij kan dit oplossen? Oh, jullie... Wacht, prima. Ik ga wel hier zitten. Zo, kijk, dit is goed. Oh, ja, kijk, nu hebben we een gezellig tafeltje met z'n allen. Kijk eens. Kijk, wat een gezelligheid. Hey, DBR-gebouw is weer geopend. Mijn schip is weer terug. Dat is allemaal prima. Jullie kunnen weer jullie DBE-dingen doen. Ik wil graag ook dat die moord inderdaad wordt opgelost. Die daar naast het hotel is gebeurd. Echt een maand geleden ook. Moet opgelost worden, maar dat kunnen jullie nu weer doen, toch?
Mm-hmm. Zeker. Ja, en Harlow, ja. Heb jij al gehoord wat jouw straf is voor de moord op mij? Ja, nou ja, ik heb dus, moet ik even denken hoor, want ik zat daar natuurlijk al een tijdje opgesloten. Ja. Volgens mij moest ik helpen met het herbouwen van die, die piraat of zo. Daar. Van kapitein Bruinwaard. Die is nu al echt lang stuk. Meneer KB de Cowboy heeft die echt al heel lang geleden gesloopt. En die moet een keer gerepareerd worden. Alleen ik wil dat niet alleen doen. Ik dacht dat is een perfect taakje om samen met jou te doen. En als dat gedaan is, dan zie ik het gewoon als, het is prima, weet je? Oké. Dan is mijn moord is gewoon vergeven. Is goed. Maar moet de DB1 daar wel voor zorgen? Dat dat gebeurt. Nou ja, wij kunnen Harlow met jou onder begeleiding meegeven. Onder begeleiding? Zodat hij kan meehelpen en als dat afgerond is, dan is hij weer vrij. Oké. Okay. Nou, je hoort het, Harlow. Ja, dan moeten we gaan bouwen binnenkort. Ik kan het zeggen. Zullen we maar even naar DBE of naar kapitein Bruinwaard toe lopen? Ja, dat is goed. Ja, even kijken wat er allemaal moet gebeuren. Lopen jullie mee onder begeleiding? Want ik weet niet wat onder begeleiding voor jullie is. Oké. Okay. Het is een mooie dag. Je ziet kapitein Bruinwaard daar al in de verte nog steeds in zijn stijger staan. Ik heb die stijger er toen omheen gebouwd, zodat hij niet om zou vallen. Ja. Maar ja, ik heb de blauwdruk alleen niet van. Heb jij de blauwdruk van kapitein Bruinwaard? Nee, die heb ik niet. Die heb ik niet. Die moet wat moet een ving nou met een standbeeld van een piraat? Kom ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik veel. Ik dacht, misschien heb jij die blauwdrukken ervan. Ze hebben ook echt zwaar. Waarom hebben jullie zwaar ervan? Harlow is zo'n gevaarlijke dief. Ja, trouwens, hij heeft mij ooit een keer vermoord. Dus want hij heeft je vermoord. Kunnen jullie misschien niet één voor, één hij in het midden en eentje achter? Dat jullie hem echt begeleiden gewoon. Ik ben bang dat hij me nog een keer vermoord. Ja, dank jullie wel. Ik voel me al gelijk een stuk veiliger op deze manier. Ik voel me een stuk bedreigder op dit moment. Ja, ik loop mee rustig aan hoor. Dit ziet er goed uit. Hier voel ik me echt veilig onder. Om het feit dat dit is eindelijk een keer dat de DB1 mij helpt. Dat is alleen maar vervelend en nu word ik een keer gewoon beveiligd soort van. Nou, kijk, we zijn er. Ik ben hier echt al heel lang niet meer geweest, maar... Kapitein Bruinwaard moet nog steeds gewoon gerepareerd worden. Dus misschien dat we kunnen beginnen met die stijgers een keertje weghalen. En dan kijken of we bij de cowboy de blauwdrukken kunnen vinden van de kapitein, weet je? Ja. Dat vind ik wel een goeie, toch? Zeker, zeker, zeker. Maar dan moeten we dus wel inbreken bij KB. Ja, of we kunnen het gewoon lief vragen. Nee, dat is waar. Want ik heb één keer bij hem eerder ingebroken. En bij zijn bank. En de reactie erop was dit. Zeg maar. Nou ja, daarover gesproken dus. Dat is dus ook mijn reden waarom ik jou heb vermoord. Omdat ik zijn bank had overvallen? Ja. En mijn kapitein opgeblazen. En hij had mij gezorgd dat ik vermoord werd. Ja. Oh mijn god. Nou oké, dan in ieder geval als dit gedaan is, dan hebben we samen de wraak van KB opgelost. En dan is het allemaal vrede in het continent hersteld. Dan hebben we weer vrede. Dan hebben we weer vrede, vind ik het prima. Dat zou zijn jullie het er ook mee eens, DBE, dat dan zijn straf? Of moeten jullie hem dan even goed nog opsluiten? Dat lijkt me een goede oplossing. Ja toch? Oké, nou dan kunnen we denk ik terug. Dan kunnen we daar binnenkort mee beginnen. En voordat we daarmee beginnen, wat gebeurt er in de tussentijd met Harlow? Ja, heb jij er vertrouwen in dat Harlow nog bij jou terugkomt? In positief of negatieve zin? Nou ja, of hij terugkomt. Oh, of hij uit zichzelf terugkomt. Nou, Harlow, ik vertrouw jou wel. Jij komt wel terug om mij te helpen, toch? Het is niet dat je in de vlucht naar Vikingland en nooit meer terugkomt. Zeker niet. Nee. Nou, anders weten we hem te traceren, dus... Daarom. We weten waar Vikingland is, hè? En anders komen we je pakken. Dan komen we je opsluiten. En dan kom ik je kiel halen. Ik dacht dat het bijna vrede was tussen ons, maar... Ja, bijna. Het is bijna vrede. Oh, ja. Nog heel even wachten. Oké, nou dan kunnen we terug, denk ik. Kunnen jullie hem weer... Ik voel me anders niet veilig. Ik voel me anders niet op mijn gemak. Dit vind ik echt heel leuk, dit uitzicht. Zo. Dit vind ik echt een heel leuk uitzicht. Als ik zo mijn cel zie, vraag ik me toch af hoe ik het daar zo lang in vol heb gehouden, hoor. Ja, ik snap het niet. Had je niet harder kunnen roepen? Weet je hoeveel er in de tussentijd hier gebeurt? Ja, ik moet zeggen, ik ben vooral aan de andere kant bezig geweest. Maar dat hele schip hier... Ik had je misschien kunnen horen als je gewoon harder had geroepen. Ja, maar ik heb al dagenlang geen water meer. En jij zegt, dan moet ik harder roepen. Ja, weet ik veel. Weet je wat wel best leuk is? Nou? Voordat deze mensen mij opsloten, toen heb ik een koekjeswinkel geopend in de winkelvallei. In de winkelvallei? Want ik heb deze hier gezien. Dit is je koekjeswinkel in de Harlow's koekjes. En dat is mijn hoofd trouwens, van toen je me vermoord had. Ja. Maar je hebt, naast deze kraam heb je nog gewoon een winkel. Ja. Dit is mijn koekjeskraam, ja. En ik heb dus nu een winkel geopend, of tenminste een tijdje geleden. DBE, hebben we tijd om naar de winkelvallei te gaan met hem? Jawel. Ja? Dat wordt geknikt. Dat is goed. Knikken is goed. Hè? Ja, oké. Dan laten we aan de winkelvallei gaan. Ik vind het helemaal prima. Goed, zullen we allemaal een paard pakken of... Ja, ik ben hier niet op een paard gekomen de vorige keer. Nee, maar ik heb genoeg paarden. Misschien kunnen we gewoon met allemaal paarden te komen. Ja, dat is goed. Kijk, Harlow, jij was natuurlijk niet de enige die een moord had gepleegd. Heb jij dit ook gedaan? Heb jij deze moord ook gepleegd? Niet? Nee, dit heb ik niet gedaan. Dit hebben ze niet. Want de DB is hier nu al heel lang mee bezig. Ze hebben volgens mij nog steeds de moordenaar niet gevonden. Want wie is dit überhaupt? Ik ken deze persoon. Dit is Caroline.
Caroline, de vriendin van Mike. Oh, en die ja, ken ik weet, niet. Ik weet ook niet wie Mike is, maar zoiets hoorde ik. Caroline. Hey, we zijn bij de stallen aangekomen. We hebben ook nu een kameel, trouwens. Die is nieuw. Dat is Rick's kameel. Kaneelkoekje. Echt? Die hebben we hier naartoe verhuisd. Dus als iemand met een kameel wil, kan, maar is wel heel traag. Ik denk dat je beter een paard kan pakken. We hebben paarden zoals Benno hebben we hier. We hebben Benny de Dooie. Benny hier is met pensioen, dus het is de enige die je niet mag pakken. Die is met pensioen. Maar we hebben hier wel een supersnelle Benny. We hebben hier nog een wit paard en we hebben daar volgens mij de dochter van Benny. In dus dat pak geval. Maar jij wil supersnelle Benny. Jij pakt die. Dan pak ik wel Dooie Benny. Die neem ik wel. Vergeet geen lead mee te nemen. Past ook wel, er zijn stallen in de winkelvallei. Past ook wel bij verleden, hè, wat dat betreft. Wat past er wat? Dooie Benny. Waar past dat bij? Bij verleden. Oh, omdat je me vermoord had. Oh ja, dan laten we die kant op gaan. Jij hebt een veel sneller paard. Waarom heb ik ook echt zo'n traag paard gepakt? Oh, ik ga lekker door het kasteel voor Rick. Dan ben je twee keer zo snel. Oh. Oh, trouwens, met jouw paard ben je even goed sneller. Waarom heb ik dit paard gepakt? Ik had echt gewoon alle keuze. Ik heb het traagste paard van heel de stal gepakt. Ongelooflijk. Ik ben er hoor. Het mocht even duren. Jullie staan allemaal klaar daar zo te zien. We hebben al geluncht. Het mocht even duren. Oké, ik stop mijn paard hier bij deze paard. Ik weet niet wat voor paarden dit zijn. Hier. Hij heeft ondertussen al drie rondjes door de hele winkelvallei gedaan. En Benno. Oh, Benno staat hier ook. Drie rondjes door de hele winkelvallei. Nou, laat ja. De winkel zien. Ik ben heel benieuwd. Ja, kom mee. Kunnen jullie hem wel weer begeleiden, jongen? Want straks rent hij weg. Straks ontsnapt hij nog of zo. Vertrouwen hem wel, toch? Ja, ik vertrouw hem wel, maar ik vind het gewoon leuk als jullie hem begeleiden. Lekker niet buigen. Oké, dan gaan we langs het kraan. Kijk, je begint het al gewoon te zien vanaf hier, hoor. Oh, ik zie het al. Ik zie koekjes. Kijk, ik zie heerlijke koekjes. Ja. Wat een mooi reclamebord heb je opgehangen, Arlo. Ja, mooi, hè? Ja, prachtige reclame dit. Het is zeg maar, eerst was de kerstreclame hier, maar ik vind dit eigenlijk nog wel mooier. Gewoon een dit koekje. Is gewoon een heel groot koekje geworden. Gewoon een heel lekker... Ik krijg er helemaal honger van. Ik heb helemaal zin in een koekje. Dat is toevallig, want het ik presenteer hier mijn koekjeswinkel. Ik moet zeggen, het feit dat er zeg maar, een vikingenstijl met zo'n drakenkop is het, denk ik, ja. Er bovenop zit. Dat vind ik echt heel cool. En dat koekje, leuk, en het grasdak en zo. Is die open al? Ja, zeker. Zeker is die open. Oh, ik heb alleen geen geld. Heb jij geld voor me? Ik heb geen geld bij me. Mag ik wat lenen? Ik heb wel een pinapparaat ook binnenstaan. Ja, maar ik heb een pinapparaat. Ik ben een piraat. Ik weet niet of je schelpen en zand wil maken. Ja, je een beetje bij de tijd blijven, hè? Maar, ja, oké. Okay. Heb jij nee, geld? Nee, ik ben ook blut. Jij bent ook blut. Iets alleen achter. Kom maar goed. Nou, kijk eens. Welkom in mijn winkel. Het is van een restaurant, joh. Een lekker koekje heb gekocht, kan je hier gewoon gaan zitten. Ja. Kun je van je koekje genieten. Wie kun je... Ja, zeker. Hier naartoe verplaatst. Nou, hij hangt ook nog in mijn huis, maar ik heb een tweede exemplaar gekocht. Oh, je hebt een kopietje gemaakt. Ja. Maar hier kun je mooie koekjes kopen. Harlo koekjes original. Harlo koekjes stroopwafel. Harlo koekje feest. En Harlo koekje kabouterplop. Ze zien er allemaal een beetje hetzelfde uit. Ja, maar het gaat om de smaak. Hè? Ah, het gaat om de smaak. Ja, ik accepteer je... Even kijken, wat heb ik voor jou? Accepteer jij een ancient debris? Eentje? Nou, vooruit. Vooruit dat accepteren. Weet je, dan doe ik er twee. Omdat je hem accepteert, doe ik er twee bij, oké? Oké, dat is goed, ja. Oké, dan ga ik kijken. Harlo koekjes, welke zou je aanraden? Je hebt stroopwafelkoekjes, je hebt original, je hebt feest en je hebt kabouterplop. Ik vind vandaag zelf wel een feestelijke dag eigenlijk, omdat ik weer vrij ben. Maar ja. Ik weet niet of dat jij dat als hetzelfde ziet, eigenlijk. Nou, niet echt. Ik zie dat meer als een stroopwafelgelegenheid. Oké, nou, dan raad ik stroopwafel aan in dat geval. Oké, dan neem ik een kabouterplopkoekje. Harlo plopkoekje. Zo, hoppakee. Twee eentje de bries voor betaald. Dan heb ik gewoon een stack plopkoekjes. Even lekker plopkoekjes die eten. Die verbouwen trouwens helemaal in de gaten gehouden. Alles wordt gecontroleerd. Ja, maar dit, hij is wel veilig, mag ik hopen. Ja, weet ik niet. De DB weet je er nooit mee. Nee, ze zijn letterlijk alles aan het onderzoeken gelijk met steden. Ja. Wat is hier links dan? Nou, dat is best leuk. Daar zit dus de Harlo Koek Fanstore. Daar, de Fanstore? Kun je dus merch kopen voor je Harlo koekjes. Koekjesmerch donkergroen, 2 diamonds. Koekjesmerch donkerblauw, 2 diamonds. Oh, dat wil ik. Dat wil ik echt. Heeft iemand 2... Ik ga kijken wat ik kan bieden. Accepteer je een totem of een dying? Nou, vooruit. Vooruit. Oké, wacht. Omdat je hem accepteert, doe ik er nog 2 eentje de bries bij. Zo. Oké, dus... Koekjesmerch... Welke zouden jullie zeggen, jongens? Wat is mijn kleur? Blauw of groen? Als je mij zo ziet. Groen. Groen? Blauw. Blauw. Ik zou ook blauw zeggen eigenlijk. Blauw, oké. Dan ga ik... Maar ja, vrouwen zeggen ze hebben meer smaak in mode, hè? Ja. Maar ja, kijk even naar wat Char zelf aan heeft. Ik bedoel, ja, dat is... in dat opzicht inderdaad. Dan, maar ja, dan kan ik ook Joris... Ja, dan is het toch alsnog 2-1, hè? Dus. Ja, dat klopt, want jij zei ook blauw. Ik neem blauw. Ik ga blauw halen. Dan koop ik een blauwe outfit zo. Een Totem of Undying en 2 eentje de Bries. Dan ga ik hem gelijk aandoen. Zo. Oh, dit is toch mooi, de merchandise.
Prachtig. Dit is geweldig merchandise. Ik vind het alleen jammer dat je hem niet gerenamed hebt naar merchandise, dat het gewoon normale leather armor is. Nou ja, ik had geen levels meer. Maar als je binnenkort nog terugkomt, dan kan ik dat best voor je doen. Oké, dat vind ik leuk. Nou, zullen we even wat koekjes gezellig eten? Ja, is goed. Zullen we met z'n allen in één tafel? Ik pak ook even wat koekjes erbij. Vind ik lekker. Het is toch mijn eigen winkel, hè? Waarom ook niet? Ja, jij kan ze pakken. Ga hier zitten in het hoekje. Zo, kijk. Nou, zo zaten we net ook, volgens mij. Ja. Naast jou. Oh, jij staat naast mij inderdaad. Ik heb alleen nog geen trek. Ik heb ook nog niet zo'n honger. Oh. Ik deel wel mijn koekje uit. Ik zou ook wel één koekje uitdelen met jou hier. Zullen we gewoon koekjes met elkaar delen? Ja, hier. Neem koekjes, jongens. Eet smakelijk. Geniet van de koekjes. Het is een koekjesfeestje. Heeft iemand wel honger? Of? Nee. Ik heb honger, trouwens. Nee. Maar ja. Neem. Ik heb altijd trek in mijn eigen koek, natuurlijk. Nee, dat snap ik. Nee, ik heb niet zo'n trek eigenlijk. Jongen. Nou, dan gaan we alweer. Jammer weer. Ik vind het een leuke winkel, Harlo. Ik vind het een hele leuke winkel. Dit is ongelooflijk. Ah, ik zou af en toe wel eens langskomen om een lekker koekje te komen knabbelen. Dat zou ik fijn vinden. En misschien ben ik er dan ook wel, hè? Ja, gaan we Kapitein Breimat repareren, oké? Dat is goed. Zou ik dan ook koekjes meenemen? Ja, dat is lekkere lunch. Is misschien wel goed. Als jij de koekjes meeneemt, moeten we even gaan kijken. Eerst gaan we de blauw drukken even bij meneer KB vragen. Goed idee. Goed idee. Goed, jongens, we zijn weer terug in Piratenland. We hebben het hele verhaal met Harlo gedaan. Het was gedaan. Harlo is bevrijd. Het was helemaal onverwacht dat Harlo daar zou zitten. Al moet ik wel zeggen, ik wist dat Harlo nog straf ging krijgen. Maar ik wist niet dat dat nu ging gebeuren. Op zijn minst is het DBE-gebouw is weer open. Dus ze kunnen hem gaan uitbreiden. Ik bedoel, zolang de DBE mij helpt, is het allemaal prima. Misschien kan ik nog wel regelen dat die camera's op mijn schip een keertje worden weggehaald. Want het feit dat ze me consistent in de gaten kunnen houden, vind ik niet heel fijn. Maar volgens mij hebben ze nog geen camera's hangen bij Rick zijn nieuwe fort. Of zijn nieuwe fort bij Rick zijn fort. Laten we even die kant op gaan. Ik weet niet of Rick de kurkpiraat thuis is. Ik denk het niet. Maar laten we even kijken. Ah, kijk, de bewakers staan er in ieder geval wel, jongens. Rick heeft de bewakers wel leuk neergezet. Want als het goed is, komen deze bewakers van het oude schip. Want dat was de afspraak natuurlijk. Dus hier staat een bewaker. Die had ik net nog niet gezien. Dat betekent hier. Ah, die stonden er net waarschijnlijk ook. Maar die had ik helemaal niet gezien. Even kijken. Wat heeft Rick nog meer gedaan? Zo te zien heeft hij zijn tv die hier opgehangen. Dat hadden we ook al gezien. Hij had volgens mij hier had hij zijn computertje neergezet. Ja, die Rick is wel helemaal lekker hier gaan wonen. Ik heb alles al klaargezet om het gedeelte van zijn fort uit te breiden, jongens. Want zijn fort hoeft natuurlijk alleen nog maar één keer uitgebreid te worden met een zwembad, een begraafplaats en met een kluis. Dat is het enige wat er nog bij hoeft. Dus dat gaan we in de volgende video gaan we dat doen. Dan gaan we die toren hier afbouwen. Dan gaan we hier dit gedeelte hierachter gaan we leuk opbouwen en zo. Ja, dat gaat leuk worden. Dat gaat zeker leuk worden. Maar goed, dat is iets voor de volgende video. Want voor nu gaan we deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n geweldige video? Kijk dan even lekker deze video. Dit was namelijk het vorige content van een deel. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Dan ben je helemaal up-to-date over alles wat in Content Veen gaande is. En dan nu spreek ik later glaasje water tot 4 flesje bier tot de volgende keer.